Ja, wij zaten in Legacy. En Legacy is eigenlijk het stukje verleden wat wij allemaal hebben. Ik zou het omdraaien. Het stukje verleden wat wij allemaal met ons meedragen en wat wij eigenlijk willen proberen daarvan af te komen. En we hebben inmiddels een slecht verleden, maar we hebben ook een enorm goed verleden. Dus wat wij, dat is nog niet zo groot. En helaas krijgt dit stuk Legacy veel te veel podium op dit moment. Wat wij nu willen doen, is eigenlijk de good guys podium gaan bieden. Zodat zij niet alleen binnen de branche, maar ook buiten de branche. Gezien gaan worden, in plaats van altijd maar springen en zo, podium en zo. Zodat zij altijd maar dit doen. Daar hebben we ook meteen een oplossing voor bedacht. Die oplossing is niet geheel ondenkbaar, maar daar hebben we al een datum voor geprikt. Er is namelijk in juni juni. Het nieuwe werken blokdag. Ik heb daar vorig jaar gesproken en ik kwam er allemaal nieuwe denkers tegen. Mensen die op een andere manier, op een nieuwe manier naar van allerlei dingen keken. En dat was ook hetgene waarvan ik dacht, hey, als ik naar de nieuwe adviseur, de nieuwe bankier, de nieuwe vermogensbeheerder kan verbinden met al deze nieuwe denkers die buiten de financiële dienstverlening zitten, dat zou wel ontzettend gaaf zijn. Dus op 18 juni is de nieuwe. Daar komen, naar mijn idee, een nieuwe adviseur. Die is al ingevuld. Er komt een nieuwe bankier. Die is ook al ingevuld. En er komt een nieuwe gelddenker. Die is ook al ingevuld. Komen daar spreken, ieder 30 minuten. En dan kan iedereen, dus al die nieuwe denkers, al die nieuwe werkers, kunnen daarbij aansluiten, zodat ze dat op een nieuwe manier kunnen ervaren, dat er ook andere mensen, behalve die rode, maar ook die blauwe mensen, die good guys, dat die echt wel in onze dienstverlening zitten. Dus ik wil buiten de dienstverlening daar podium voor gaan creëren. Wat ik aan jullie verzoek, is daar gewoon aanwezig te zijn, hoef je helemaal niet moeilijk te doen, dat kan je zomaar aanmelden, zodat we ook buiten deze drie mensen die daar komen spreken, een heel groot gedeelte van goede, nieuwe denkers aanwezig hebben waarmee geconverseerd kan worden. Waardoor deze mensen, en dat is maar een start, opnieuw gaan kijken naar het geld waar wij het altijd zo over hebben. En dat is wat wij gaan doen. Podium geven aan de good guys. Dankjewel. Ik had ook iets anders geïnterpreteerd van dat je eigen stelling eigenlijk die je had, die presenteert. Ik kan misschien wel een klein stukje daar aan toevoegen van de groep. Wat wij over cultuur, wat ik vind dat het probleem van de cultuur van onze branche is, dat wij veel te veel redeneren vanuit producten. Vaak nog onnodig ingewikkeld gemaakte producten, die je uiteindelijk gemakkelijk kan verkopen in de markt. We redeneren heel veel vanuit wat, en ik wil eigenlijk graag dat we op zoek gaan naar de op. Waarom doe ik mijn werk zoals ik het doe? Voor de klant hopelijk. Vervolgens de betaalslag, wat doe ik er zelf aan? Als de klant belt, ben ik er altijd. Ik heb zelf het proces meegemaakt eigenlijk, dat ik vanuit wat aan het werken was. Hard aan het werken, s'avonds naar de klant toe, producten sluiten, verkopen, veel verdienen. Totdat iemand mij triggerde en die zei van, god Maurice, waarom doe je dit nou eigenlijk? Ik denk, wat een ingewikkelde vraag, want ik verdien toch lekker. Maar goed, toch getriggerd, boeken gelezen en uiteindelijk mijn eigen waarom gaan invullen. Ik wilde voor de klant zijn. Vanaf zijn geboorte tot aan zijn graf. Dank je, Mark. We kunnen zoveel betekenen voor de klant. En ik merk nu echt, ik ben nu 5 jaar met mijn nieuwe bedrijf aan de gang. Het werkt. Het is succesvol op 4 basis vanuit mijn waarom denken. En wat is mijn doelstelling? Ik wil graag een inspirator zijn voor onze branche, voor mijn collega's, intermediair, adviseurs, om ook die stap te maken. En ook met verzekeraars in gesprek te zijn en hun te laten zien, jongens, laten we het samen doen. Kom met makkelijke producten die ik uiteindelijk goed kan adviseren. En dat is in wezen hetgeen wat ik mijn boodschap wil meegeven. Ik hoor nog een heel leuk stukje van, we moeten af van de sessiescultuur en minimaal naar de 9-plus cultuur. Dus die wil ik zeker nog even aan toevoegen.
Ik had ook een andere opdracht gekregen, volgens mij om mijn eigen statement hier te verwoorden, maar ik wil graag nog even een korte samenvatting geven. Nou, graag ook wel je statement, vind ik wel maar. Ja, ik hou de kort en bondig. Klantbelang versus eigenbelang. We hebben eigenlijk meteen gesproken over van wat versus. Dat versus, het moet weg, het moet klantbelang zijn en eigenbelang. Dus een korte samenvatting. Daarna hebben we het gehad over, zeg maar, vroeger was alles beter. Nou, dat is een beetje heel generalistisch, maar zeg maar, toen had je nog de financiële dienstverlening die gedragen werd door corporaties en dergelijke. En dat was, zeg maar, vanuit de klant gedacht. Vervolgens werden organisaties groter, fuseerden. Nou, vanuit de top werden andere prioriteiten gesteld. Zoals aandeelhouderswaarde en winst, winst, winst. En toen hebben we het gehad over ieders persoonlijke bijdrage erin. Bijdragen wel heel erg goed. Heel concreet ook. Aan de tafel zetten of hier voor het publiek. Toen was van ja, dat is ook weer de jonge garde versus de oude garde. Nou, de jonge garde die kan nog veel meer doen. Hè? Heeft meer tijd en vandaar dat ik hier ook sta. Hartstikke leuk. Nou, wat ga ik dan doen? Nou, volgens mij is iedereen, zeg maar, consument. Ik ben ook een consument. We zijn hier allemaal hoog opgeleid, dus we kunnen een kritische consument zijn. Hè? Als spanningpartner naar de financiële dienstverlener zelf. Dus doe dat ook allemaal. Trigger ze en vraag ze maar de vragen die ze zelf anders vergeten aan jou te stellen. En vervolgens ook, ik werk zelf niet in de sector, maar ben een adviseur. Sta dus ook aan de zijlijn. Maar kan daardoor ook dan die kritische vragen weer stellen. En ook dan weer triggeren op van waarom doen we dit? Waar zijn de stakeholders? Wat willen de stakeholders? Klanten. En oké, als er afwegingen gemaakt worden, waarom zijn dat deze afwegingen? Dat is wat ik kan doen. Ik kan het in mijn werk doen, kan publiceren en hierbij aanwezig zijn. Dit is de definitie van transparantie. En met name, wat is nou middel en doel? Is transparantie nou de weg om, wat uiteindelijk toch het doel zou moeten zijn, het vertrouwen van die klant terug te winnen? Gecombineerd met zorgplicht, gecombineerd met beloningsbeleid. Zijn dat nou de componenten waarmee we uiteindelijk dat vertrouwen van de klant echt terug gaan winnen? Zit hem dat dan ook in cultuur en dan kom je in de valkuil dat je al de verschillende onderwerpen aan elkaar gaat verbinden. De zoektocht is toch hoe gaan we dan wel dat vertrouwen terugwinnen? En zijn dan niet transparantie, beloningsbeleid en zorgplicht eigenlijk hygiënefactoren die je gewoon wel moet doen? En die gaan we natuurlijk allemaal oppakken en dat hebben we ook gedeeld bij ons in de groep. Daar merk je dat eigenlijk iedereen daar wel mee bezig is. Misschien is dat dan ook wel de trigger waarmee we uiteindelijk ook die cultuurslag gaan maken en uiteindelijk ook dat vertrouwen wel terug gaan winnen. Een heleboel kritische vragen. Moeten we alle consumenten helemaal wegwijs maken in de financiële producten? Dus ook de vergelijking, als je iemand auto laat rijden, moet hij dan eerst ook MTS autotechniek doen? Hoeveel moet je er werkelijk van begrijpen? Hoeveel wil een klant ervan begrijpen? Het gaat toch uiteindelijk voor een belangrijk deel om dat vertrouwen. Tot zover. Transparantie, een beetje in de zijlijn. Maar vooral een hygiënefactor. En uiteindelijk leiden tot middel om bij te dragen aan het herstel van vertrouwen. Nou, dank je. Gras en maaien en voeten en zo. Maar vooral ook liefde, zei je heel terecht, en klantbelang versus eigenbelang. Wij kwamen ook al heel snel toch op het punt dat we zeiden, ja, waar gaat het om? Liefde. Liefde voor je klant, liefde voor je vak, liefde voor jezelf. En toen kwam het uiteindelijk toch ook om vier verschillende kanten toch ook uit op van ja, dan moet je ook liefde geven aan je kinderen. Dus dan doe je aan opvoeding. Dus doe je aan educatie. Maar liefde is ook vertrouwen. Liefde is ook proberen samen met elkaar ervoor te zorgen dat we die branche echt in beweging krijgen. En zorgen dat we verder gaan naar de toekomst met elkaar. Liefde is ook voor je klant op een gegeven moment dat je zegt van nou ja, oké, we moeten voorkomen dat we in dit soort situaties weer tegen gaan komen. Dat is ook een stukje liefde. Liefde kan ook zijn, want ja, ik wil niemand daar aan tekenen. Good guys, maar hoe zit het met de good girls? We hebben nog een aantal goede vrouwen in dit vak. Liefde. Preventie. Educatie hebben we gehad.
is vooruitkijken naar de toekomst, is houden van de toekomst. Wat ik ook heb gezegd, wat ook voorbij kwam, is dat op een gegeven moment verantwoordelijkheid. Willem en ik hebben een heel mooi gesprek gehad over. Wat ook voorbij kwam, is dat Willem heel concreet in november op Hawaïaanse leest geschoeid een presentatie gaat houden in een kerk in Amsterdam. Allemaal welkom. Uiterlijk november heb je gezegd. Nou, wat ik zelf wil bijdragen is, ik ben druk bezig met het kader van mijn opleiding, waarvoor ik nu verlaat ben. Ik moet straks om 7 uur naar Utrecht moeten zijn. In het kader van mijn opleiding voor de CDA Talentacademie wil ik een scriptie gaan schrijven en die heet naar een dienstbare financiële sector. En ook daarin, hoe betoon je daarin liefde in dienstbaarheid voor de sector aan zich. Wat hadden we nog meer? Nou ja, de concrete... De concrete, dit zijn wel een beetje de concrete dingen die gaan gebeuren, denk ik. Educatie, bijeenkomst, ik ga de scriptie schrijven. Allemaal welkom.